Oké! Nee, Slijmke. Ja, ik zie het liggen. Stel het voor. Sorry, sorry, we dat wel op, zo. Ja. Hey Matthias. Ja, Andy. Ja, sorry, ik had er zelf ook meer van verwacht. Um, voilà, kijk, aflevering 4 weer al. Het gaat snel. Het gaat snel, ja. Nog um, 32 te gaan. Ja, nog heel veel. Um, en ook, het gaat ook echt letterlijk snel. Hoeveel landen zijn dit in totaal? Bij... 24 finale. En er vallen er 12 af met de halve finales. Zoiets ongeveer. Ja, ja, ik, ik, ik heb juist aan we het zijn handen, Eurovision ja. Podcast. We zouden die dingen moeten weten. Ja, voilà. Maar het boeit ons ook niet. Ja, is heel bang dat er niks aan het opnemen is. Ja, yes, kijk, dat is uh, leren uit je Dat fout, zou moeten hè. werken maakt het voilà, goed. Um, ja, het gaat heel snel, want er zijn echt ondertussen al wel wat nummers bekend. Dus we gaan een kleine inhaalbeweging doen. Um, uh, startende vandaag met uh... Noorwegen. Uh -huh. En we hebben geen rechtzettingen te doen niet meer, dus dat is al goed. Ja, niet dat we weten. Want ah, ja. de een keer de hoofdstad zal ook een paar, zo paar dagen nadien. Zwaar, zwaar, zwaar. Ik probeer zo. ze zo, zo snel mogelijk te, te publiceren, de podcasts. Als, uh, als je op zoek ze, maar structuur, dan gaat het niet voor deze podcast zijn. Denk dus de afleveringen. Nee, we gaan gewoon online. posten wanneer ze er zijn. Hè. Als ze zijn, als ze gemonteerd zijn, dan posten ze. Uh, dat nee. kan zijn dat er soms veel zijn naar elkaar. Het kan zijn dat er soms wat daar tussen ziet. Ja, we zullen misschien niet uh, zo. Meer dan eentje per dag doen. Nee, 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 nee. nee, nee ik zou ook oh, je denken: er dus is altijd he? een dag tussen. Dus ja. altijd wel een dag tussen. Maar een schema tusschen. aanhouden, dat is, niemand zit erop te wachten. Uh, ja, plus ook gewoon, dat, het is gewoon organisatorisch moeilijk. Mensen zien gewoon, ze zitten in een auto, ze zetten onze podcast op, ze Voila. zien, uh, dit is de laatste aflevering die ik geluisterd heb. Ik, ik luister de volgende. aan je kunt elke klant even afgaan. Hè? Voilà, voilà, voilà. Um, en je kunt ze achteraf ook nog eens terugbeluisteren als uh, het zover is. Want het is nog een eindje tot 7, 9 en 11 mei. Uh, ja, een kleine drie maand. Voilà. En op nee, die drie, drie maand moeten we nog of al die landen uh, Door worstelen. Laten we hopen dat de nummers zo snel mogelijk allemaal bekend zijn. Dan hebben wij iets meer tijd en moeten we niet in de laatste week nog van alles doen. De Moesti gaat trouwens. Um, ik denk 24 februari, in de week van 20 februari, zijn die meer bekend maken voor België. Oké. Okay. Dus, uh, dat zijn goed, dingetjes dat er komen. Maar er zijn er nog veel die komen voor België. Van Zoals? Noorwegen. Noorwegen, vorig jaar. Hoofdstad van Noorwegen? Hoofdstad van Noorwegen? Oslo. Kijk, ja, hoe? Is het echt? Ja, man, het ik wil niet echt dat de mensen mij mailen. Ik denk Oslo, ja. Dat weet ik. Ben ik al geweest. Echt? Ah Ja. Ah ja, ja, gaat getalisch. Roodtrip. dat vertelde ik vorig jaar. Een Nice. Maar daar wil ik ook wel iets doen. Ja, ik zeg, als, als er nu één land is waar ik mezelf wel op pensioen zie gaan, is het wel uh, Noorwegen. Oké, okay, dan... heel mooie natuur, heel rustig. Ik denk wel dat je gewoon pensioensparing moet gedaan hebben dan om daar. Duur en alcohol? Te ja. Maar ik drink niet veel alcohol, mm -hmm. dus op zich niet nodig. Oké. Okay maar echt heel mooi land ja dat ja, kan mij iets bij van, ik, van. ik zeg dat ik er me iets bij kan voorstellen waarschijnlijk niet gewist, wat heb jij gedaan dan al daar? Denemarken is het Ay, het okay. noordelijkste oké okay, dat is juist het water niet over nee voilà. kijk um, vorig jaar Alessandra mijn een absolute favoriet mele, mele mijn een absolute favoriet Queen of Kings en ook van mijn kinderen um, tien vijfde? nog altijd. Vijfde is geëindigd. Derde is in de publieksvoting. Na Tattoo en Caridja. Na Tattoo en Caridja. Ja. ja tja, 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 tja. Na, anders doen we eigenlijk, hè. Na Caridja Ja. Ja. Um, was ja, een heel tof poppy liedje, ja. Absoluut. Terecht. absoluut Ik vond dat echt plezant. Dat was goed gebracht, dat was goed gemarket, dat was goed op social media gepusht. Um, iets wat ik op dit moment van Noorwegen nog niet gezien heb. Uh, Oké. Okay. Oh, ik heb eigenlijk nog heel weinig nummers zien passeren. Ja, maar je moet stoppen oh. met lang te kijken naar TikToks van halfnaakte vrouwen. En je moet langer kijken naar TikToks over het Eurovision en dan past de algoritme zich aan. Oké, okay, dat is bijna uh, het geval. ik probeer het straks misschien. <coughs> ik probeer het straks aan te passen met mijn algoritme. Um, moeten we. En ik ga eerst een gedichtje. Ja, dat is goed. Oh, en dan zal ik daarna wat dingen zeggen over. Hoe dat die gekozen zijn enzovoort. En wie dat geworden is. En het is wel een klein speciaal kenmerk om dit nummer. Maar we gaan het vooral over het nummer hebben, denk ik ja, Oké, okay. opnieuw, ik heb aan ChatGPT gevraagd om een uh, gedicht. ChatGPT. ChatGPT. Ja, chat om een de gedichtje te schrijven over de Eurovision-geschiedenis van Noorwegen. Mm -hmm. En ik breng dat in de rubriek Poëzie met Matthias. Dat was niet zo goed, maar kijk, ik klop. In het noorden waar de fjorden blinken, Noorwegens Eurovision-dromen niet verzinken. Van jaren zestig tot heden, met vallen en staan, zijn ze door diepe dalen gegaan. Maar je dat is goed. Drie keer de glorie, de top bereikt, waarvan Bobby Sox het eerst naar de overwinning reikt. Dan Secret Garden, zacht en zoet, en Alexander Rybak met viol en moed. Nocturne en fairy tale, liedjes zo so divers, toonden Noorwegens talent, universeel en vers. Hoewel soms de laatste plaats hun deel, bleef hun muzikale reis steeds een ideaal. In het land van het Noorderlicht brengen zij liedjes met een verhaal en gezicht. Noorwegen met een hart vol muzikale kracht brengt elk jaar weer een nieuwe nacht. Oh, was dat een mooie ding gezien? Goed dat ze zo de namen gezicht hebben van zo'n Riebe? Ja, doet hem niet altijd, hè? Nee. nee. Dat is goed. Maar ja, ik vind het ook heel goed. Dat en, dat... en hij heeft zelfs een, een, een record uh, gezicht, want Noorwegen heeft het record van het meeste aantal laatste plaatsen. Mm. Ook goed dat er dat erin ingestoken, zo. Dus vlak voilà, kijk, dat, dat pakt van mij al bijna nou weg om het te zeggen, maar ik heb het toch nog even herhaald. Ja, dat is goed. Tien keer laatst. Zeg. Ja, jong. Tien keer Wat laatst. komt dat? geen idee. En is dat rond een bepaalde tijdsgeest? Rond bepaalde jaren? We, denken, we sturen altijd dat soort mensen dat, voor, dat, dat, voor, dat, voor, dat soort muziek, dat soort muziek vinden wij tof nee nog als ik om Noorwegen denk dan denk ik altijd aan leuke nummers maar kijk blijkbaar toch tien keer laatst. want je werd zo aan het knikken toen ik zei Bobby Socks en zo en dingen je nee nee maar ik wist gewoon dat er drie winnaars waren en mm. ik wist Reebok wist ik nog dus ik hoopte ja. dat hij dan kwam en okay. ik dan, dan Alexander <laughs> met zijn viooltje. Ja. I believe in a fairy tale hè? I'm in love with a fairy tale. Uh -huh, uh, with a fairy tale. Dat is al lang geleden, man. Pas op, je denkt dat dat niet lang geleden is, maar als je dat zou opzoeken, gaat dat toch 15 jaar zijn, denk ik. Ze. Ja. Dat is al langer geleden dan je denkt. Ja. Maar, nee, Alexander ik dan <laughs> äh Ziet er nog altijd, ik hetzelfde uit. Ja. Die wordt niet ouder. Oké, okay, dat is gelukkig die Zora van Spanje. Ja, die ja, ja nee, maar dat is plastische chirurgie, spot. dat is iets anders natuurlijk. <smidd algunos> Um, Goe. Wacht even. Uh, ja. Wat is er nu nog gebeurd met Alessandra? Mailen. Wat oh, is er nog hoor, mee gebeurd? Ja. ja wel. Is daar nog iets mee gebeurd? Die heeft, een tweede, die heeft eerst en vooral. Dus um, er was wat. Commotie is een, een groot woord. Maar er is zo wel wat. Um, Gemurmurmur uh, gekomen over het nummer Queen of Kings. Dat dat heel hard trok op een nummer van Gabriel Ponte of zo, Thunder. Zoek het op. Het is twee druppels water, hetzelfde nummer. Die hebben. Ja, ja, maar ga je zeggen? Het is belachelijk. Nee, 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 nee. het is niet hetzelfde nummer. Het is ook als mijn, als mijn kinderen Queen of Kings opzetten, doen die daarna ook Thunder? Omdat dat eigenlijk gewoon hetzelfde nummer is dat doorgaat. Um, die hebben dat goed aangepakt. Die hebben daarna gewoon samen een nummer gemokt. Terug Queen of Kings op de muziek van Thunder. Dus, voilà, kijk. dus dat vond ik goed gedaan. Dus, uh, leuk, leuk ermee uh, gespeeld. Um, Daarna, ja, ik volg die nog altijd op TikTok, maar buiten dat hij altijd dat één nummer zingt, ik heb er nog geen tweede nummer van. Enfin, maar je haar geen... dagelijks leven dan? Nee, nou, niet meer zo eigenlijk. Nee. Niet meer zo. Het is, het is De liefde is over, een beetje. Maar post ze nog veel? Deelt ze veel van haar dagelijks leven? Ja, ze is, ze is uit mijn algoritme uitgegaan. Oké, okay. alleszins. Ja, dus ze heeft veel kleren aan. Oké, okay, begrepen. <laughs> Um, nee, oké, okay, interessant wat er altijd gebeurt met die mensen na Ja, wel, ik kan het niet, niet meer zeker zeggen. Ik weet niet wat die nu andere top. Alleen niets niks in Europa. Alleen we hebben ze niet meer tegengekomen in de, de hitcharts. Dus, nee, uh, voilà. nee oké, okay, top. Oké, okay, Noorwegen. Noorwegen. Um, Noorwegen um, heeft nu weer een wedstrijdje gedaan, hè, want die doen de altijd mee een wedstrijd. De mm -hmm. Melody Grand Prix. Mm -hmm. 18 nummers, 3 keer 18 nummers. Drie keer 18 verschillende nummers. Drie keer 18 verschillende nummers. In een halve finale en dan in een finale. Mooi Ja, en er is iets heel speciaals aan uh, het nummer dat nu gewonnen heeft. Het, de, het groepje Eet, sorry mijn, voor mijn Noors. Gaten. Het is een A met zo een bolletje op. Gaten, lijkt mij. En um, Gaten is een Norwegian group dat plays een mix of rock. Metal en Norwegian folk music. Mm -hmm. voilà. Volk. Tof. Ja, ja, het is echt. Je zult het ook zien. Het is, um, oh, ik, ik heb het omschreven als: zijnde wat bosnimfen bosnymfen met veel lawaai. Bosnimfen met veel lawaai. Ja, ja mijn kinderen. Uh, ga ik straks laten horen van wat ze ervan vonden. Dat was ook mijn vrouw vond het beter dan mijn kinderen. Mm -hmm. Oh ja. Maar ook wel een beetje speciaal. Heeft die bos niet, niet van hier Wel weinig, maar... heeft hij veel hawaai. Uh. <laughs> ja, dat, dat soms wel, dat soms ja, wel. Soms wel. Um, het zijn wel een klein beetje sloebers. sloebers. Ja, want die hebben een klein beetje, klein beetje vals gespeeld. Zijn de, die hebben in de halve finale hun nummer, Ulve hem", uh, gespeeld. Wat wil dat zeggen? Uh, uh, het is een oud uh, volksverhaal. Okay. Of ouds volkslied. En die hebben daar één op één gekopieerd. Dus een nummer van duizend jaar uit, van ja, de vikingen dan, veronderstel ik. Of doorzicht verjaard. En die hebben gewoon dat letterlijk tekstueel volledig overgenomen. Dat zeiden ze in de jury van de... de, de, de zeg eens, hoe heet het? De Melodie Grand Prix. Prix. Zeiden ze van, we will not have it. En die hebben in de finale exact hetzelfde nummer gebracht, met totaal andere tekst. Maar ze hebben de titel wel hetzelfde gehouden. Taal andere tekst. Ja. En die zijn door de halve finale geraakt met, met het, het oude nummer. Ja. En dan de finale gewonnen met het nieuwe nummer. Nieuwe nummer. Amai, yes, dan moet het absolutely. melodisch wel supersterk zijn. Ik heb het omschreven als zijnde psychedelische Bosnienfe muziek En toen ik het aan mijn kinderen liet horen, zag ik mijn vrouw meedoen op de achtergrond. Met de oergeladen, heb ik er ook bij gezegd. Dus, Zij um, deed mee met de oergeladen. Ja, die, ja, die vond dat goed ja maar ja dat mag hè oh, ik zeker? heb het nog niet gezien allee van iedereen mag doen wat ze wilt hè. Voilà. dus laat ons zeggen luister er eens naar en dan gaan we zien wat dat zegt Mor. eerst en vooral iets oh, waar ja. ik een klein beetje schrik voor heb ja, uh, ja ik heb kaasjes bij um, opnieuw ik link um, ik link dus deze snackje aan Noorwegen dat zijn, dat zijn echt de selectie kruidenkaasjes die je in de meeste gangbare warenhuizen vindt hmm jij denkt dat het geitenkaas is? Nee, nee 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 ik denk het nu niet meer. Ah, ja. Ik zag je er mee binnenkomen en ik dacht de fucker en geitenkaas bij en hij weet dat ik dat niet eet. Ja nee ik was al vergeten ah, ja, dat ja, ik dat voilà. dus, uh, mijn... niet eet. toen ik de verpakking las zag ik echt staan dat het kruidenkaas met uh, uh, look in fijne kruiden was en dan dacht ik heel lekker. Ja. Lus ik heel graag. Ja kijk. Um... Ik vraag me altijd af, uh, denkt de producent dat je dat dan op je kerstfeestje in die verpakking op tafel gaat zetten? Want dat presenteert natuurlijk niet mooi. Of moet je die daar één voor één uithalen op een mooi schoteltje leggen? Ik, ik, ik zit altijd in dubio, niet... van wat is de bedoeling? Dan is die je vorm er toch uit? Want ja, als je vanaf het moment dat je dat... Pa vastpakt of Pak, mijn, mijn... Dan... Ja, maar ja, dit zet het toch ook niet op tafel? Want dat, op... dat presenteert toch niet? Dat is niet zo mooi. Nu, nee. Voor nu zou oké, okay, maar deze kopt als als tofhappetje op een feestje. Maar dan zet het zo toch... Allee, Andy, nee, het presenteert hey, niet. Het is groen. Ja, het is groen. Ja. Als ze het nu nog zwart maakten of zo, oké. Okay. Ja, misschien inderdaad als het, als het zwart was. Maar dan um, nog eigenlijk. Dan blijf, het blijft natuurlijk een plastieke bakje Maar dus als Noorwegen in je top 5 staat van beste liedjes voor de finale, dan is het de bedoeling dat je dit hapje ook in huis haalt. Ik hoop dat er betere nummers komen dan Noorwegen. Waarom? Voor de top 5. Maar je dit niet wilt. Jawel. Maar gewoon om... Um, dat ik hoop dat we nog goede muziek kunnen horen krijgen ook. Want tot nu toe. Oké, okay, laat het, uh, het smaken. Ik heb uh, 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 vorkjes bijgelegd zodat je je vingertjes niet moet maken. Oh jam. Yeah. Ik... Oké. Okay. Ik, uh... ik steek je kaas ik niet meer in de mond terwijl jij naar het nummer luistert. Joho. Ja, yes. ondertussen heb ik al wat van die kaasjes opgegeten. Oeh. Goed. hè? Ja, het is nog vroeg in de ochtend, maar toch al voor zo'n kruidenkaasje. Voorbij s'avonds, uh, om een afwisseling tussen de gecarameliseerde pinda's, chips uh, en zo, denk ik dat een kaasje zeker welkom is. Dus uh, als mensen Noorwegen goed vinden, zeker in de top 5 opnemen, want dan kun je dat kaasje eten. Oké, okay. Ulve Hem. Wat vond ervan? Ik vond het nog wel goed. <laughs> Oké. Okay. Wat ik niet goed vond. Dus het vind, ik vind. Ik snap waarom dat het twee keer heeft gewonnen. Met een totaal andere tekst. Omdat in het begin denk je van. Oké, okay, uh, Bosniemf klopt. Uh, check. Uh, Blote voetjes door het mos. En dan gedenkt, ik dacht de hele tijd: van oké, okay, wanneer begint het nu echt? Wanneer ga ik nu beginnen? Want ik wil het refrein horen en ik wil weten waar het naartoe gaat. En het begint wel uiteindelijk hè, met de gitaar en het, en, het, en het valt in en het drummen. En, en dat is goed. De lichtshow, tof. Maar zo, de tekst erbij en de zang algemeen. De zang is ook heel goed, een goede zangeres. Dat zeker. Maar zo, dat doet er niet toe. Zo, de zang en de tekst doet er niet toe. Ik denk, dat het is een. Tof lied op basis van de. hoe noemde dat dan? De melodie zeker. En de, mm. de, de gitaren en de druppel. Een beleving, ja. Maar, maar, maar de tekst zweeft daar zo wat rond. Mm -hmm. En uh, ik vond het tof dat dat dan. Je hebt een zweverig uh, begin. Waar ik dacht van. Mm. nee, niet helemaal mijn ding. En dan begonnen die gitaren en zo. En dan denk ik van. ah ja, tof. Dat is wel een toffe toets van dat liedje. Maar dat zweverige bleef ook gewoon. Mm -hmm. Dus dat is niet zo. Um, Meeslepend in zang dan je bijvoorbeeld een ander liedje zou hebben, denk je dat je meer zou meezingen? Ja, je kunt dit niet meezingen, hè? het nee. is melodieus. Het is ja. melodieus, je kunt dat niet meezingen. zo, zou dan zou dat Zo beeld ik me zou... dat, dat... dan in dat Stefanie uh, thuis uh, in de keuken zat te zingen. <laughs> maar uh, dat kunnen mensen doen, maar voor de rest. Het ja. is in het Noors. Het is in het Noors. Vorig jaar hadden dat tja 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 in Fins, maar dat kon eigenlijk nog. Meezingen of toch stukken ervan? Ja, tja -tja -tja -stukken. Niet hè? Dit ja. niet, niet hè? Dit niet, niet hè? Nee. Uh, over wat gaat het? Ja, dat, geen fucking idee. Allee, geen idee. Ik heb ook even kus uh, chat GPT geraadpleegd. Uh, ik heb even een tekst erin gezwierd en gezegd van uh, in drie zinnen. Ik geef mij eens even waarover het gaat. Uh, het vertelt een verhaal van een jong meisje dat een metaforische reis ondergaat van zelfontdekking en acceptatie van haar ware aard, nadat haar stiefmoeder haar in een wolf transformeert. Oké. Okay. Ze wordt geconfronteerd met de duistere opdracht haar broers bloed te drinken om zichzelf te bevrijden. Kijk, ja, dat is een oud volksverhaal. Hè? Dus ik ja. weet nu niet zeker of dat nu een tekst is van de halve finale of die van de finale. Ik twijfel een beetje. Ik denk, het, het maar is. is de essentie van de tekst hetzelfde? Dat het ik had ervan over, uit dat je kunt dat moeilijk heel het moeilijk heel het, inhoudelijk het nu meer veranderen Dus ik had ervan ja. uit dat het wel nog altijd dezelfde insteek heeft. Ja, okay. Ik vond het lawaai. Ik moet het gewoon eerlijk zeggen. Ik vind het oh, gewoon lawaai. Vind ik nu niet. Ja, oké. Okay, kijk. Het is niet mijn ding. Hoorde jij graag dat soort muziek? Nee. Allee, ik bedoel, niet als zwever in, maar zo de, het rockgedeelte? Ja, maar het rockgedeelte wel. Het okay. trokgedeelte wel. En niet het zwevige, maar, uh, Ja, pas bang. op. Ik kan een Widden Temptation, wat eigenlijk een klein beetje de vergelijking Klopt, is. Ja, kan ik wel hebben. Ja, maar. Maar dat... Temptation, dan krijg je toch nog een uh, Kiekevel van. En hier mm. krijg je er geen Kiekevel van. Nee, nee, nee. nee. krijg je nee, het gevoel van het... wat hij gepakt. Welke uh, heeft hij opgegeten? Het zit bij ons in de halve finale. Oké. Okay. En op ik weet niet of dat er gaat doorzien op deze moment. Ik denk nu ook wel niet dat het. Uh, dat het op het konto van de laatste plaats komt. Het gaat nee. niet toevoegen aan uw laatste record. Nee, nee, dat denk ik ook niet. Dat maar een ik... uh, groot verschil met het lied van vorig jaar. Ja, dat, wat dat hip en trendy was, is dit eerder um, Kla noors klassiek lijkt mij. Dat ja. het de juiste uitdrukking is. Ja, Viking, 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 Viking uh, ja, ja, no Noord ja, zeker mannen, de... ja, ja, zo op de Viking. boot en roeien. <laughs> ja, zoiets. Oh, oh, oh. <laughs> voilà, dat eigenlijk. Oké, okay, ah nee, oké. Okay. Ik moet nu wel zeggen, als ik nu van de vier dat ik gehoord heb, ik kan Luxemburg niet super goed me herinneren, maar op het moment zelf, mm -hmm. als ik moet kijken naar mijn reactie van het moment zelf, vind ik dit al wel het beste. Van de oh, oké. Okay. Ja, ah ja, oké, oké. Nee, nee, maar dat mag. Hè, dat mag. Ja, nee, dit is mij, ik denk dat ik het nog altijd wel beter vind dan hetgeen van Slovenië. Mm -hmm. Want die Veronica, jo, dat was voor mij niet zo. Ehm. Um, maar Luxemburg en. en zelfs, zelfs Spanje was wel beter. Ja. Maar Luxemburg nog op één van mij hebben Ik heb nu ook gezien dat je in de, in de afleveringen. dat je dan ook altijd toch wel een stukje van de clip laat zien. Hè? Goed, hè? Goed, hè? Ja. Goed, hè? Ja. Goed, hè? Ja. Ik heb nog. Alleen. Maar dan kunnen mensen direct ook. Oh, ja, ik... Als ze de integraal uh, aflevering bekijken. of ja. laatst op Spotify of YouTube. Ja. dan krijgen hebben ze een stukje mee. Dan ineens... kunnen ze ook ineens uh, ja. ook zeggen wat zij ervan vinden. Absoluut. Pakt het ook mee in de. Show notes. In de, in, de, in de TikToks? Nee, op deze moment niet. In de snippets, zal nee. we dat niet doen? Ik wil dat eens proberen. Maar dat ik even laten zien, zien en gemuid. dan gaan dan jullie dan. Ja, ja ik, ik kan weet, het eens ja. proberen. Ik, weet, ik heb het nog niet gedaan, omdat ik nog niet weet of dat ze het dan gaan muten of niet. Ja, okay. Of dat we het mogen gebruiken op een TikTok, weet ik niet. Maar okay. alleszins op Spotify en op YouTube mag het. Oké. Okay. Ja, Noorwegen. tof land. Voilà. Gewoon niet um, winnen. Nee, 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 Allee, we hebben nog niet alles gehoord. Hmm. er zullen nog wel wat toppertjes bij zitten. maar het gaat nee, niet winnen. Nee, denk zeker geen kans hebben. Oké, okay. goed. Over naar de kinderen. Ah ja. Oké. Okay. Kindjes, ben Yo. benieuwd. waren die goed die reacties? Ja, ja. Die, ja. ja maar wel. voor de acteurs waarschijnlijk. Uh, nee, 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 nee. waren die goed? Het was, het was een goede reactie, maar ze vonden het niet goed. Ah nee. Dit is de eerste keer dat ze echt. Meestal zeggen ze zo van, um, vindt het wel goed. Ja, wat vind je ervan? Goed, ik vind het wel mooi. Maar nu was het eigenlijk redelijk um, strenge kritiek. Ze dit is boek. La, lawaai. <laughs> Echt gewoon lawaai. <laughs> lawaai. Ik vond het niet goed. Ze, vonden, maar ze, kunnen dan ook, ze kunnen wel zeggen wat ze dan wel, wel goed vonden, ja. maar ze kunnen heel duidelijk bij dit nummer zeggen wat ze niet goed vonden. En vonden ze niks goed aan dit nummer ook, niet de, de beleving. De, mooi de... vonden ze het. Mooie, <laughs> ze vonden ze me... mooi. Mooi nagelak. Ze zeiden ja, ze ook. Ik zelfs niet heb het gelet dat hij daar dat aan had. Ze zijn meisjes, zijn, Ze zijn meisjes. Oké, okay. okay. cool. okay. goed. Zo, ik ben benieuwd. Joo. Ja, nu gaan we luisteren naar het liedje van Noorwegen. Weet jij nog wie dat er vorig jaar mee deed voor Noorwegen? Dat was jouw lievelingsliedje. Uh, maar met welke letterpjes in dat Queen? Ja, Queen of Kings. Van? Alessandra. Ja, hoe? En dat gaat... She, Queen of the Kings, Lucas of Wales. Dat vond je een goed nummer. Ja. Yeah. Dat was jouw favoriet, hè? Ja. Yeah. Wel, dit is hetzelfde land, maar die hebben nu een ander liedje, natuurlijk. Hè. Oh, en dit lied... Nee, is die... dat hetzelfde pak, eigenlijk, of niet? Is dat dezelfde wie? Uh, hetzelfde pak, zo. Hetzelfde pak, ja, maar het is een ander meisje. Het zijn, het zijn allemaal andere mensen die dat gaan zingen. Oké? Okay? Het liedje noemt Ulvehem, Denk ik. Ik spreek geen Noors. We zullen eens luisteren. hè? Hem. Ulve Hem. Wat Dat is een raar instrument, hè? Wel mooi. Hè? Ja. Ja. Ik vind het is niet goed. Vind je het niet zo goed? Nee, niet. Maar ik vind het meisje. Ik vind het mesje ook wel een beetje leuk. Ik vind het mesje mooi, maar ik vind het liedje ook niet zo goed. Oké. Okay. En ik vind het dansje ook heel leuk. Oké. Okay. Maar ik vind die nagels heel mooi eigenlijk. Wat vind je mooi? Die nagels. Die zijn een lak. En wat vond jij ervan? Want jij hebt nog niet zo heel ik veel gezien. Ik vond gezicht. het ook nog niet zo mooi. Niet zo mooi. Ik ga niet winnen, denk je. Nee. Dit gaat niet winnen. En waarom niet? Wat, 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 wat vind je? Vond, ik vond die het liedje niet oh. zo mooi en ook zij die is zo mooi. Ah, zij ook niet zo mooi. Nee. Oké, okay, maar dat is niet zo belangrijk. Hè? Maar het liedje niet belangrijk. Ik vind het een beetje lawaai, maar ik vind dat meisje wel mooi en die nagel en die lippen, want die zijn okay. mooi gesminkt en die haren vind ik ook. Een mooi, maar ik vind die dans ook mooi, maar ik vind de zing niet mooi. Oké. Okay, okay. niet zoveel punten van ons dan nu. Niet zoveel. Nee. Oké. Okay. Welk vinden we tot nu toe nog het beste? We hebben nu vi vier liedjes. Vier liedjes hebben we geluisterd. Oh, fighter. 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 Duidelijk. Uh, van, uh, fighter van Luxemburg dan. Fighter van Luxemburg. Maar jij van Ja, jij van Slovenië eigenlijk beter nog, hè? Slo Slovenië. Slovenië met en, uh, Veronica. En ook die Stine leuk. Ja. Want... Jij vond Slovenië met Veronica het beste? En Stine duidelijk? De fighter van Tali. fighter van Tali. Je gaat daar niet bij op zetten, <laughs> oh, nee, Stine.